De persoonlijke ontwikkeling van kinderen moet meer in de gaten gehouden worden, zei minister Henry Ory vandaag bij de opening van het onderwijscongres. Samen onderwijs toekomst bouwen naar krachtig, eigentijds onderwijs voor elk Surinaams kind. De grondslag voor elke Surinamer. Tijdens de paneldiscussie mocht het publiek feedback geven aan een wetenschappelijk team. Ory stelt dat de persoonlijke groei van jongeren heel belangrijk is in de bijdrage van een betere natie. Jonge kinderen en de studenten, door te kijken naar natuurlijk de ontwikkeling van hun persoonlijkheid, dat in relatie met beroepsvoorbereiden, beroepskeuzes maken en deelname van het arbeidsproces in een constante lijn van culturele ontwikkeling. Bewustwording van maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt daardoor vergroot voor een rechtvaardige beleving van de democratie tot normen en waarden. En daardoor ontstaat, naar mijn gevoel, een ongedwongen natuurlijke vaderlandse liefde, saamhorigheid en natiecreatie, wat we toch allemaal willen. Wat zien we in ons dagelijks leven gebeuren? We zien dat grote delen in onze samenleving een stukje ontevredenheid bestaat over het functioneren van ons huidig educatief systeem, voor wat betreft de kwaliteit en het rendement van onze leerresultaten. We signaleren dat ons onderwijssysteem niet langer voldoet aan de eisen van deze tijd. Ory benadrukt dat te veel Surinamers laag opgeleid zijn. Er is daarom sprake van grove kansongelijkheid tussen kinderen van verschillende districten. Ons beroepsonderwijs wordt als minderwaardig gezien en is ondergewaardeerd en heeft een nieuw imago nodig. We zien ook dat we zorgen zien in het onderwijssysteem en dat we daarmee zien als we zo doorgaan dat veel talenten dus verloren gaan. De motivatie van leerlingen daalt en de studenten ervaren minder ruimte om zich breed te ontwikkelen. Daarnaast lukt het niet om in de samenleving een sterke cultuur te ontwikkelen van permanente leren. Er is een groot gebrek aan waardering voor het beroep van leraar en professionalisme op de verschillende schooltypen is zoek. En dan hebben we nog een tekort aan onderwijsprofessionals voor de ondersteuning van dat hele onderwijssysteem. Het leidt tot grote werkdruk, demotivatie en ook vertrek van goed kader. De onderwijsminister zegt verder dat er gefocust moet worden op de toekomst van het Surinaams onderwijs. Er moet daarom worden gewerkt aan de manier waarop het onderwijs wordt uitgevoerd.